Zo'n 130 bewoners van de filmwijk in Almere kwamen gisteravond naar een bewonersbijeenkomst over de Floriade. Wethouder Tjeerd Herrema praatte hem bij over de laatste stand van zaken van de tuinbouwtentoonstelling. Echt uitgebreid en ik vond het allemaal goede ideeën hoor. Ik sta er helemaal achter, dus prima. Hoe kijkt u naar de Floriade? Ja, niet negatief, niet positief. Ik denk wel dat het goed is voor de stad. Aan de andere kant is het natuurlijk ook het financiële plaatje dat natuurlijk wel zorgen baart. Een hele positieve stemming hier al gezegd en veel vragen, ook terechte vragen over parkeren, over het groen, over de woningen en hoe het allemaal gaat. Maar gelukkig hebben we steeds meer antwoorden te geven. Dus het verhaal van de vorige jaren, dat kleurt zich steeds meer in en daardoor krijgen we ook steeds meer vrienden. Bewoners konden vragen stellen en hun eventuele zorgen uiten over de Floriade. Een van de punten die aan bod kwamen is de mogelijke parkeeroverlast in de wijk. Filmwijkers vrezen vooral dat bezoekers gratis in de wijk gaan parkeren en via de nog te bouwen brug naar de Floriade gaan lopen. Die ouders hebben daar ook niks te zoeken. Die willen we zoveel mogelijk opvangen aan de A6. Hè. Daar komen extra veel parkeerplekken. Ik heb veel ook zelfervaring. Er zijn allerlei manieren om te zorgen dat er geen auto die daar niks te zoeken heeft binnenkomt. Met een speciale regeling voor bezoekers en voor bewoners. Bezoekers van die bewoners dan, bedoel ik. Ik weet zeker dat ze dan een stuk meer bezoek krijgen waarschijnlijk. Omdat ze een stuk populairder zijn dan in dat halve jaar. Dat beloof ik u.